voor snel is dat dit seizoen gereden. Dat was in Deventer, 15 oktober. En dat hij snel is dit seizoen, dat blijkt wel uit het feit dat hij al 4 keer een persoonlijk record reed. En ook hier al in Tialf bij dit kampioenschap op de 500 meter. Hij is 19. Ja, de prestatiedichtheid op deze afstand is bijzonder hoog. En laten we die 1.07 die Erben hoopte, of misschien zelfs wel voorspelde, even in ons hoofd houden. Dat zou een wereldrecord laaglandbanen betekenen. Stavanger is nu de snelste baan op de 1000 meter voor laaglandbanen met 1.08.1. Het baanrecord hier, Tialf, staat op naam van een Rus. Pavel Kolisnikov, sinds 2015, 1.08.16. Dat is al heel dicht bij de grens van de 1.8. Als je kijkt wat er hier aan kanonnen gaan starten vandaag. Nuis, als die alles weer op een rijtje heeft. En waarom zou het niet? Otterspeer, Krol, Verbij. En Van Alphen zit daar niet ver achter en hij gaat bijna onderuit. Wat een merkwaardig geval is dit. Een hele pijnlijke klap met die snelheid. Ja. Is niet veel gevallen in Tialf. En Kant ging onderuit waar snel 1.11.34 noteert. En dat is alweer een persoonlijk record. Ondanks misschien de afleiding van deze val. De snelheid is hier over de punten. En dan met 50 per uur, boom, lig je in één keer stil. Snel liet zich niet afleiden. 1.11.34, een verbetering van zijn beste tijd. Hoe ziet het ijs eruit? Kant heeft een tik gehad. Nuis heeft wat dat betreft niet zo'n gunstige loting. Hij start buiten tegen Kuiverbein. De tijden gereden in het voorseizoen spreken in het voordeel van Nuis. 1.8.24 is er al gereden. Otterspeer, Krol, Verbij. Nuis nog eens een keertje. Maar als je een geschoonde lijst pakt, waar er dus geen dubbele namen op staan, dan hoort in die top 5 ook nog Van Alphen thuis. Het baanrecord. Kolisnikov 1.08.16 is 600ste boven het laagland wereldrecord. Het zou voor Heerenveen helemaal niet zo gek zijn om dat record in handen te krijgen. En er ligt zeker een kans vandaag. Gezien het niveau op deze afstand. Ready. Esters en Rozen zijn gestart in rit 3. Esters in de binnenbaan, Rozen in de buitenbaan. Een tijd onder de 1.11 zou voor beide mannen een verbetering van het persoonlijk record betekenen. Een seizoentijd moet ik dan zeggen. Want Rozen was op een hooglandbaan in Calgary al veel sneller. Ja, en seizoentijden zeggen toch wel iets. Goede houding. Dit ziet er mooi uit. Goede bocht. Reed 1.11.05 dit seizoen, Esters. Reed op de 500 meter. Een persoonlijk record hier in Tialf. Dat betekent dat het met de vorm wel goed zit. Gaat hij onder de 1.11? Ja, en dat is een persoonlijk record. 1.10.59. Telt niet voor Rozen. Wat tegen. Ja, die reed in Calgary al 1.8. Goed optreden van Esters. Nuis heeft hij zichzelf bij elkaar kunnen rapen. Krijgt nog een schouderklopje van Kramer. Zijn toernooi zit erop. Ik kan hem nog even succes wensen. Ja, heeft hij nodig. Want het was softe, slappe hap op de 1500 meter, vond hij zelf. Ja, dat is flat, niet goed. Plaats 6 betekende geen plaatsing voor de wereldbeker. Vorig jaar bij de wereldbeker 1000 meter kende Nuis, moet je je voorstellen, een ongeslagen status. Deelstra tegen Romein in rit 4. Romein in de binnenbaan.
Techt Vals reed gisteren een tafel het persoonlijk record. 35-36 op de 500 meter. Valse start, binnenbaan. En hij krijgt de valse start. Deelstra is zijn tegenstander, 19, komt uit Hogeveen. En mag zich nationaal kampioen sprint noemen bij de junioren. Ah, deze man. Hogeveen krijgt een ijsbaan, maar heeft hem nog niet. En dat zou voor Deelstra natuurlijk goed uitkomen, hoeft hij niet meer te reizen. Deelstra die al een persoonlijk record heeft dit seizoen. In Inzong 1.10.46. Hele jonge vent nog. Hopelijk is voor mij. Deels was ik een junior die mee kon trainen in de Pontine-formatie. Maar hij heeft die stap naar die senioren niet gemaakt. Deel werd van de nieuwe ploeg. Rob Marije Joling. Oh, missetje. Nog één. Het blijft overeind. Maar dat persoonlijke record zal nu lastig worden. Snelste tussentijds voor Romein. En die krijgt een ideale kruising zo. Romein, zesde op de 500 meter. Dat was een prima prestatie. Net geen wereldbekerticket. In 1.10.84, de tijd van Deelstra, valt wat tegen door die misser in de buitenbocht. 1.11.15. Reed dus onder de 1.11 al dit seizoen. Dus het was in Insel. De snelste tijd tot nu toe is van Esters, maar nog steeds boven de 1.10. Hier ging het mis, maar hij houdt wel balans. En dat is knap. Ronald Mulder en deze man. De persoonlijke record om bang van te worden, 1.07.20. Daarmee won hij in 2015 de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Een volslagen verrassing. Dat was in Calgary. Die tijd staat nog altijd, maar Jortsma is wat aan het kwakkelen. Hij loopt te rommelen met zijn materiaal, met zijn techniek. Ready. Dus Born komt uit Schipborg, klein dorpje bij Zuid-Laren. De 500 meter zat hij ook te hoog in zijn kniehoeken. Hij moet gaan zakken. Maar hoe kan dat? Vorig jaar vond hij van zichzelf dat hij wat te zwaar had getraind. Te weinig rustmomenten. Dat talent moet er nog zijn. 16-7, daar kan hij alle kanten mee uit. Nou, Jorritsma, laat eens zien wat je kunt. Moet een lage 25er zijn. Dat talent. Dat is niet zomaar weg. Het wordt een 25-8. Born in de ronde zelfs een tiende sneller. En daarmee krijgt Jorritsma niet de bevestiging dat hij op de goede weg zit. Een man die ook geweldige 1500 meters in de benen had. Maar nu 18e werd. Nee, dit is teleurstellend voor Jorritsma. 1.10.56. Weliswaar een fractie sneller dan Esters. Maar Jorritsma heeft wereldbekerwedstrijden gewonnen. En hoe zou het zijn met Koen Verweij? Ik heb nog geen seizoentijd van hem gezien. Wat we wel weten, is dat hij de 1500 meter heeft gewonnen. En dat weet hij zelf ook. Otto Speer in goede doen getuige zijn 500 meter, waar hij al vierde werd. De 1000 meter is natuurlijk zijn afstand. En die trainingswedstrijd vorige week, 1.08.4, was de 8e tijd ooit hier gereden. Dat is heel bijzonder in een trainingswedstrijd. Precies. Voor Smekens is het niet de afstand, dat is natuurlijk de 500 meter. Waar hij met de hakken over de sloot, want zo was het ook, zich uiteindelijk wel plaatste. Tap won natuurlijk diezelfde 500 meter. Geweldig atleet. Geweldige atleten, moet je zeggen. Deze man, Smekens, is wel de regerend wereldkampioen op de 500 meter. Die 1000 meter is vaak iets te lang voor hem.
Kijk eens naar die openingen. 16-2 om 16-3. Dat zie je niet vaak. Bij de start van Kulisnikov ging het nog ietsje sneller. Dat kijk, even een barenkoord. De trap rijdt de kruising. Rijdt even het gaatje dicht en naar de snelheden. Ruim 59 per uur was het eventjes. Komt hier de eerste grote verrassing op deze 1000 meter. En wat gebeurt er met de benen van de tap? Kan die dit volhouden? 25-2, dat is een ronde die je moet rijden. Maar nu. Tap heeft ook wel eens moeite met die 1000. Smekens is nu weggereden. Goud op de 500 meter, deze man. Sensationeel gereden. Ja, hoe geweldig die start ook was. Persoonlijk record van de tap. Persoonlijk dat stond record. Op 1.9.94. En daar heeft hij dik 2/10 van afgehaald. Als de tap de slotronde leert rijden. En dit is Krol. Tweede op de 1500 meter. Derde seizoentijd op de 1000 meter. Go to the start. Velema. Disqualificatie op de 500 meter. Start tegen Martijn van Oosten. Komt ook aan de schaatsfamilie. Moeder Ina Steenbrugge. Vader Gerard van Oosten. Vorig jaar begonnen met een pittige blessure. Ook gevallen. Hersenschudding. Nu zonder malheur door de zomer. De man met talent. Maar ja, je moet wel 16 laag openen. Wil je meedoen voor de wereldbeker tickets, normaal gesproken. Ja, of zoals Verwij, weinig verval hebben. 5/6. Pure sprinters rijden een eerste rondje van 25-0 en misschien wel daaronder. Een tap met een persoonlijk record. In 1.9.7 de snelste van dit moment. En daar beten deze mannen zich op stuk. 1.9.94. Voor Velema 1.10.37. Voor Van Oosten wel de beste seizoentijd. Voorbij in rit 10 tegen Duis. Nu krijgen we Sjoerd de Vries. Dat is wel een specialist. Die heeft een prachtige reeks al opgebouwd. 2012 tweede. Ook twee keer derde, 2013 en 2014. En Verwij is op de 1000 meter een vraagteken, maar zet er maar een uitroepteken achter. Want hij is in zeer goede doen winnaar van de 1500 meter. Ja, glijdt daar een beetje weg. En de starter had het gezien. Een rode vlag. Rondjesrijder. Hij kan hem rijden met weinig verval. En dan met name die laatste 200 meter heel veel goed maken op de pure sprinters. Wat moet hij kunnen openen? Nou, rond de 16-8 minimaal. Balsenstad, buitenbaan. Go to the start. Hij is een goede doen. 1.45.07 op de 1500 meter. Beide mannen in hun carrière wereldkampioen bij de junioren geweest. Het was allround. Bij venijnig, kleiner. Veel hangt af van de eerste meters. Kan die naar de 16-8? Ja, 16-89 voor Verwij. Nu gaat het de ronde. Op de 15 meter reden rondje 25-6. Het zou nu sneller moeten natuurlijk.
Sjoerd de Vries zei de goede kruising. Verweij heeft meer snelheid. Verweij wil natuurlijk gewoon de top 5 halen. Winnen zou hier moeilijk zijn. Top 5. Doet dan Leerdam. Volle ronde in. Oh, wat sterk, wat sterk. 25-2. En die snelheid vasthouden. Oh, handje erbij. Ja, dat kan niet. Dat kan niet. Met de 26er rijdt hij de 1-8 in. Met de 26er de 1-8. En dan legt hij de lat al heel hoog. Verweij gaat voor top 5. Hier moet hij zijn winst pakken. Verweij komt binnen in 1-8-96. 1-10-40 voor Sjoerd de Vries. Doe het maar even. Hij is in ieder geval de snelste op dit moment. Ja. En er komen er niet zo heel veel meer. 5 ritten nog. 10 schaatsers. Waarvan de helft dus langzamer moet zijn dan Verweij. Dan zit hij in de top 5. Met 1-8 heb je normaal gesproken hele goede kaarten. Maar er zijn zoveel schaatsers die 1-8 kunnen rijden. Maar doe het maar eventjes. Hij schudt zelf van nee. Hij had een betere slotronde willen hebben. Verval was nu 1,6. En Schipper is altijd goed, hè? Deze 29-jarige man. Vijfde geweest, vierde, zesde, zesde, zevende en vijfde. Mulder, niet een echte specialist, maar kan uitschieters hebben. Haal de brons op de Spelen op deze afstand. En reed gisteren tot de laatste bocht. Fantastische 500 meter. Raakte de pion en brak zijn veer. Materiaal is gemaakt. En dan kan hij zijn gram. En dan wil hij zijn gram halen op deze 1000 meter. Opening is fantastisch. 16:34. Kan dan de kruising achter Schipper aanrijden. Dat is ideaal. Nu de bocht goed aansnijden. Daar ging het gisteren mis. Dat linkerbeen loopt niet lekker mee. Hij heeft te veel op getraind. 41-67. Ja, dan heeft hij nog steeds kans om onder de 1-9 te rijden. Maar dan mag hij weinig verval hebben. Maar kijk eens, echte sprinter. Moeite met dat linkerbeen nu. Het verschil met Verweij loopt terug. En ook Schipper komt terug in de binnenbaan. Dit is een echte specialist. Pim Schipper. 5 schaatsende broers. Eentje intussen gestopt. En daar is Schipper. In 1-9-46. En Mulder 1-9-95. Het zat er gewoon niet in. Te veel verval. Af en toe een uitschieter zoals bij de Spelen met brons. Maar Mulder is nu eenmaal een 500 meter man. Ja, nu aan de start. De nummers 1 en 2 van vorig jaar bij de Nederlandse kampioenschappen. En de nummers 1 en 3 van de WK. Nuis verloor niet veel het afgelopen seizoen. Maar wel verspeelde hij de nationale titel aan Verweij. Nu rijden ze tegen elkaar. Nuis een ongeslagen status bij de wereldbeker. Werd wereldkampioen. Maar staat ook onder grote druk. En dat is vaker gebeurd in een Olympisch seizoen. Hoe hou je de balans tussen spanning en ontspanning? Geconcentreerd zijn, maar net niet te veel. En Verweij, de wereldkampioen sprint. Ja. Kan er over het algemeen heel goed mee omgaan. Even die ademhaling. Rainbow. Nuis, de snelste man van dit seizoen. Geen missertjes zoals op de 1500 meter bij de start. De opening is over het algemeen voor Kai Verweij. Meer de pure sprinter. Verweij opende tijdens het kampioenschapsrecord vorig jaar 16:43. En nu 16:53. Nuis zit er heel dicht in de buurt. Snelheid maken in de bochten voor beide mannen. Kijk naar de snelheden die oplopen naar tegen de 60 per uur straks. In de trainingen gaat alles goed. Hij voelt zich lekker. Kjeld Nuis. Maar het moet gewoon even gebeuren. Nu nog geen fouten gemaakt. Dit ziet er goed uit. Oh, maar Nuis rijdt even uit de blokken. Volle ronde. 25-0 om 25-1. Dan heeft Verweij het voordeel van die laatste bocht. Die kan nu meelopen en kan op de kruising naar Nuis toe. Verschil een meter of 30, dan heeft Verweij nog de binnenbocht. Verweij rijdt sneller. Ja, Nuis moet zich eerst maar zien te plaatsen. Dat is dan alvast binnen. Verweij gaat in ieder geval onder Nuis door.
En rijdt 1-8-3. En 1-8-52. 1-8-3. Dat is hard. En zo staat Verweij ineens derde. Maar een titel wordt het niet voor Nuis, die voordat Verweij kampioen werd, vier keer op rij die nationale titel pakte. Verval van Nuis is 1,9 seconden en 1,5 seconden voor Kuiverbij. Kuiverbij rijdt een betere slotronde. Houdt de ontspanning. En beide mannen in de 1-8. Drie mannen nu in de 1-8. En nog vier aan de start. Wie gaat er nog onder die tijd van Kai Verweij? Verweij was niet de snelste van dit seizoen. En dat is hij nog steeds niet. Want Nuis was al sneller met 1.08.24. Maar dat was een inzoom. Dat is waar. De andere Mulder tegen Lucas van Alphen. Van Alphen met snor. Plaatsen zich al voor de wereldbeker op de 1500 meter. En Ronald Mulder deed het op de 500 meter met zilver. Heel dicht op de blokken. ...16.35, sneller dan Verweij. Een lastige kruising. Van Alphen moet inhouden. Is gezien. Van Alphen die zich geplaatst heeft op de 1500 meter. Dan wordt het heel lastig hoor. En, nog een misser in de buitenbocht. En ook een misser van Ronald Mulder. Ja, dit is geen vlekkeloze race. Voor beide mannen niet. Wel een 25-3 nog voor Mulder. Ja, maar de mannen hebben al 40 seconden gesprint. De benen zitten vol met zuur, met lactaat. En beweegt dan nog maar eventjes normaal. Je ziet dat hier heel mooi bij Ronald Mulder. Helemaal vast. Vorig jaar reed Ronald Mulder nog naar het brons. Van Alphen komt nog terug. Die gaat de race winnen. Merkwaardige race. 1.09.78 en 1.10.04. En daarmee zit Verweij alweer aan de goede kant van de streep. Die staat nog derde. Drie mannen onder de 1.9 en nog twee man aan de start. En niet de minste. Otterspeer en Krol tegen elkaar reden beide ook al 1-8 en deden dat beide in Heerenveen. Krol zo goed op de 1500 meter met zilver en dus een wereldbeker ticket. Otterspeer zo verrassend goed op de 500 meter. Go to the start. Twee lange mannen. Otterspeer die zegt, ik moet me goed kunnen opvouwen. En als dat lukt, ja, dan kan ik de bochten goed houden. Ready. Mazzel, Otterspeer zakte heel langzaam in, mag in één keer weg. 1,93 meter, de grootste van de toppers. ...16-6 voor Otterspeer is... Dat is goed hoor. Ja. Reed een rondje in de 24 seconden vorige week in die trainingswedstrijd. Maar nu is de druk anders. De druk is groot. Dat leverde 1-8-42 op. Daar heeft hij niet genoeg aan om goud te pakken. Maar hij deed het wel in Heerenveen. En hij is nog niet van Krol af. Langzaam, te langzaam de volle ronde van 25-3. De mannen dus langzamer dan Verweij en Nuis. En daar komt Krol. Wordt het genoeg voor de wereldbeker? Dat is de top 5. Winnen doen ze niet meer. En de 1-7 zit er dus niet in vandaag. De 1-8-3 van Verweij zal vermoedelijk de winnende tijd worden. Krol. In 1-9-22 zit nog in de top 5. Maar haalt het podium niet. En Otterspeer valt daar buiten. Zesde. Wat een ontknoping toch. Verweij prolongeert zijn titel. Nuis ja, laat zien dat hij gewoon er is. En dat hij zich niet druk moet maken. Het zit wel goed. Verweij naar het podium. Weer een wereldbekerticket.
Krol naar plaats 4 en ook Pim Schipper zit erbij. En misschien is dat niet eens zo verrassend, want Schipper is op die 1000 meter bij kampioenschappen altijd goed. En Verweij is geslaagd in zijn missie. Had nog geen officiële 1000 meter gereden dit seizoen en rijdt zo naar het podium bij de Nederlandse afstandskampioenschappen. En onder de 1-9.